En yo, wat is op gasten? Welkom terug weer een nieuwe video. Bijna ook in video's nu. Ik ben Fabian en vandaag ga ik verder met Hoyok Snowblind. Yeah. Ja, Hoyok Snowblind level 16. Bijna klaar, ik heb nog 2 levels. En dan is de serie alweer afgelopen. Ja, ja, gaat snel. Maar eigenlijk niet, want ik ben al 7 weken bezig met deze fucking let's play. Oh. Zo, beter. Level 17 doen we eigenlijk een invasie in een basis van de vijanden. Ja, kijk, nu hebben ze ons opgemerkt en dan moeten we weer vechten hier als gek. Komen ze daar die 2 kanten naar hier naartoe. Zie je, kijk, daar heb je ze weer. En deze kant net zo. Dus ga je eerst even opblazen. En dan zet daar ook weer vanaf. Deze kant, hier dood. Nee, veel. Dat haal ik vaak zwaard. Wat zit hierin? Kogels, nog meer kogels, waarschijnlijk. Als je in is gelaat. Ik ben het niet meer gewend om te game met met Project Snowblind. Ik heb ze een keer heel erg wennen. Dit andere, ja, want ik ben dat Medal of Honor nu gewend om te gamen. Een beetje spelen. En dan heeft deze game een andere besturing en denk ik van hoe de fuck zit dit? Dus als ik wil rennen, denk ik van hey, je kan in deze game niet rennen. Dus dan gooi ik een granaat, want shift hier is granaat gooien. En in Medal of Honor Warfighter is het is dat rennen. Dus dan ben ik gerend en ik heb geen kogels meer. Oh shit. En zit ik een granaat op bezoek uit, daar komt wel van pas. Kut! Nee! Zo, die is van dood. Oh, nog. Hé, hey, dat werkt in één keer. Mooi. Hier dan ook nog even een keer. Zien, dan daar. Veel. Ik heb er eentje over. 2. En dat werkt gewoon. Kom ik nu pas achter. Tjonge, jonge, jonge. Waarom kom ik nu? Hé, wat is dit? Kom er nu achter. Oh nee toch. Gaan we nu naar sector 2. Over Medal of Honor Warfighter gesproken. Die game, het is echt een vette game. Mensen vinden het leuk om naar te kijken, want ik kreeg een paar reacties van mensen die van ja, ik sub je door deze serie. Dus hoe het werkt. Ja, maar ik heb zo'n gevoel dat ik hier dood ga. Want dit level is het leukste level, vind ik. Alleen ook meteen weer het moeilijkste level. Want uit ervaring gesproken heb ik deze game echt heel vaak al gespeeld. En uitgespeeld ook. Weet ik dat ik hier heel moeilijk doorheen kan komen. Dus het kan echt poging kosten om er doorheen te komen en dan goed. Want ze zijn altijd aan het klikken. Die krijg je in één keer dadelijk mega veel van die vijanden, zoals nu ook. Als ik geen bescherming had, was ik al lang dood. Maar ze blijven het maar komen, hè. Ze stoppen niet. Dus ik denk van, hoe de fuck wil je hier ooit doorheen komen? Zo, die dood. Dus kistje pakken en nog hier 2. Die. En dan moet ik hier mijn armor weer uitdoen. Waarom armor? Het is geen Minecraft. Goddammit. Hey. Huh? Oh, ik ben gebukt. Nee, shit. Oh, kut. Even wat van die dingen afschieten hoor, één moment. Verlaten, en dan schieten, en dan nog een keer schieten. Ja, en nu blijven ze in een hoekje zitten. Nee, dat werkt. Ik doe maar gewoon mijn protection op. Dan maar de dingen even snel pakken. Snel. Gaan we. In de auto. Oh my god. Oh yes. Oh yes. Dit is goed. Voor mij komt het dan lijkt van die gasten uit. Dat weet ik ook nog. Zie je? Nee, gaat wel goed. Oh, de versturing is nikker. Oh, ik heb weer een versturing van dit ding niet gewend. Het is heel anders. Nee. Oh, die is ook kapot. Oké, mooi. Deze gasten nog, zonder dat ik opgeblazen word. En dan zien we dat. Hier zit er nog één. Oh, nou, dat is ook weer weg. Dan maar hier doorheen rijden. Oh. Kom op, hier doorheen rijden. En dan even eerst met Speedy Gonzales shit gaan rijden. En dan heb je eerst die dingen nog. Die robots eerst. Ik schakel uit. Altijd eerst de robot. Ik schakel eerst altijd de robots uit. Daarna rij ik met speed als shit. Rij ik weg van die moot van dit gebied hier. En dan maar deze brug. Oh nee. Nee, ik ga daar kapot, gek. Shit. Ga dood. Ga dood. Het is beter. En dan moet ik natuurlijk die oranje dingetjes opblazen. Nou. Dat is 1. Dat is 2. Weer moeilijk naar de andere kant toe lopen. En dan gaan we nu over naar 3 als ik geladen heb. 3. En 4. Maar ja, ik denk dat deze episode over 2. Deze serie over 2 weken afgelopen is. En nu ben ik genakt. Ja, wat ik dus wil zeggen is dat deze serie over 2 weken afgelopen is. Dat ik dan begin met een nieuwe serie, namelijk Call of Juras. De kartel. Dat is
nou, niet een oude game. Het is wel een leuke game. Mensen die Call of Juarez, hoe heet die, Bloodbound and Blood of zo heet die game, weet ik niet meer. Hebben gespeeld, die, ja, die weten wat ik bedoel. Ja, het is een soort, ja, het lijkt heel erg op, ja, nou, niet heel erg, het lijkt niet echt heel erg op GTA, maar zoiets is het wel. Je hebt een, ja, je krijgt missies, je mag karakters kiezen en dan kom je in de wereld van maffia en alles. Dan moet je allemaal maffia gasten doden, maar dan speel jij eigenlijk politieagent. Je hebt een CIA agent, een FBI agent en een nog iets agent. En nu moet ik snel de dingen aan doen en hier naartoe rennen. Want ik kom eerst 7. Oh. Sterf! Zo, oké, okay. Ding kan uit. Ik ga uit. Even snel 7. Nee, nee, nee. Oh, die zit kistjes. Nightfall. En boom. Zo, de jullie, dat is allemaal in, man. Oppakken, oppakken, oppakken. Kogels. Mooi. Weer mijn ding. Oh, dat kan ik niet meer gebruiken nu. Shit. Dat is wel kut. Ik kan er geen dingen meer aan doen. Nee. Oh, nee. Nee, nee. Dat ga je er serieus menen. Zeker nu opgesloten. Kut. Kut, kut, kut. Ik verlies mezelf bijna al. Kan ik deze dingen hacken? Oh, kan ik het hacken? Nee, die kan ik niet hacken. Hè? Waarom kan je die niet hacken? Ah, kut. Zo. Die is ook kapot, of niet? Is hij kapot? Nee. Oh shit, ik heb mezelf bijna opgeblazen. Is hij nou wel? Ik voel hem nog niet. Nog niet! Kom op! Dat duurde lang. Ik zal dit ding pakken. In de auto. En een paal. Ik kan echt verrekte slecht auto rijden. Vooral in deze game. Dat is heel raar, want ik bestuur met die met hele rare knoppen. Dat is niet als in echte race ben op PC. Dat je in één keer met oh nee! Dat je gewoon met de W en alles rijdt, maar dit is heel raar. En ik ga dood, dus ik niet uit auto stap nu. Kom op, doe maar protection dan aan. Oké. Okay. Die is kapot. Snel, deze doden. Ik wil gewoon zo, fuck this shit. Oh yeah. En ik ga de gastrol die was dus geüpload op EGK. Maar ik ga ook nog een gastrol maken voor dagelijks HD. Ik heb een mail gestuurd naar Milan. En met wat vragen. En die, ja, dan moet hij nu even nog antwoorden. Ik heb gisteravond heel laat gestuurd. Dus ik weet niet of hij vandaag reactie terugkrijgt. Maar dan heb ik een paar vragen over de gasrol en zo. En dan vraag ik me gewoon af of ik dan die gasrol of Medal of Honor mag. Want dan ga ik gewoon Medal of Honor Warfight opsturen. En dan gewoon of in de serie gewoon mag beginnen. Gewoon, dus het eerste, ja, gewoon het begin van de game doet. En even saven. Oké, okay, gesaved. Laatste level. EMP Schematics. Dit is echt de laatste level. Hier gaat het eigenlijk allemaal fout. Kijk, dit zijn de kistjes. En ik heel anders. Waarom zit ik ook weer heen? Want ik ken de weg hier niet. Ik val altijd zo hard met deze levels. Unlock the door. Yep, en dan krijg je dit gezeik weer. Dat hier naar beneden springen. En dan ben ik weer genakt. Eigenlijk. Ja. En dan gaat de fout. Dan word ik van boven afgeschoten. En die blijven maar komen, die gasten. Daar is hier zit er nog eentje. En. Oh, die is al dood. Wow. Nou, dat was graag en snel. Zo. Even nog een paar van deze dingen doen. En dan verder lopen. Ik wil deze serie zo snel mogelijk eindigen. Want ik heb geen zin om deze game te spelen. Kut game. Nou ja, dood of nog niet. Nee, kom op. Zo. Je zit toch een onzichtbaar gastje, jongen. Ga toch, man, ik zweer. Hehe. Dom ding. Oké, okay. Kistje, niet nodig. Ik ga hem wel 7, anders ga ik weer af en dan moet ik opnieuw beginnen. Dan zit ik niet echt op te wachten. Ik save me af en ik ga kijken hoe lang ik bezig ben. Dat zou. Nou, ik ben 9 minuten bezig. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga nu gewoon even een klein stukje nog doen. Dan zet ik hem op pauze en ga ik naar het einde. En dan, ja, dan is het let's play voorbij. Dus ik maak hem vandaag af als het lukt. Dus ik ga nu gewoon dit stukje doen. Dan zet ik hem op pauze en ga ik door. En dan bij het einde ga ik jullie wel weer, ga ik hem wel aanzetten om te filmen. Dan, ja, dan ga ik volgende week beginnen met een nieuwe let's play. Dus, tot zo mensen. Yay! Nu gaat het komen.
Nu gaat het komen. We zijn bij het laatste van de episode. Oh yeah. Ga nou! Nee! Wegwezen! Snel, we moeten gewoon vluchten. We moeten echt niet vluchten als een gek, jongen. En anders ga ik eraan. Dat wil ik niet. Spring. En spring. Godverdomme, ik moet die gasten volgen. Als ik me niet volg, dan weet ik de weg hieruit niet. Dus als ik ze niet volg, ben ik er gewoon sowieso al geweest. Dus kijk, waar zijn ze nou? Ze zijn hierheen gerend en zijn ze daar nu. Dus ik mag vluchten als een gek, jongen. Hierheen. Rechtdoor gegaan waarschijnlijk. Linksaf. Oh, kut. Verkeerde kant op. Rechtsaf. Hierin. Zit snel. Holy fuck. Snel. Snel hier naartoe. Oh, gosh. Zo. Oh, oh my god. Dat was schil echt niet veel. Ik weet niet. Waar de fuck is die uitgang? Oh, is de uitgang hier? Zo te zien is de uitgang hier ergens. Alleen waar? Hier? Zit de uitgang. Shit. Ik weet de uitgang niet. Volgens mij ga ik helemaal fout. Dat ben ik er ook geweest. Daar ben ik echt lekker klaar mee. Ik weet echt niet wat ik nu moet zeggen hier. Want ik heb geen idee wat ik moet zeggen. Hier gaat het niet goed. Ik krijg een filmpje te zien. Bam, 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 bam. En ja, wat gebeurt er nu? Oh, ik ga als een badass rennen. Ja, en ik ga ontploffen. Loading. Doe, 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 doe. Loading. Loading. En we zijn vrij. We zijn gewoon vrij. The Liberty Collision Memory. A place to remember fallen comrades. Oké, dit was Project Snowblind. Ja. Vond je het leuk? Doe dan een groen duimpje. Wil je meer zien? Kun je abonneren. Dan zie ik jullie de volgende keer. Weer een nieuwe Let's Play. Op eindelijk even snel. Dus ja, tot dan. Doei doei. Doei. Drop it.